What's good with the watches? I don't know, man. What's always good with the watches, man? Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Je kan me kennen van niks. Nee, niet. Bedankt voor deze puiken introductie, Kelvin. Nee, graag gedaan. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Ben je nog geen onderdeel van de Kelvin? Doe dat dan sowieso. Abonneer je op mijn kanaaltje. En join de Kelvin, man. Dat is fun. Kelvin is de groep van mensen die elkaar opzoekt, die elkaar accepteert. Op het moment dat we het gevoel hebben alsof we er niet helemaal bij horen. Dus join die groeps-whatsappjes. Join iedereen. Doe het, doe het. I'm just waiting. Ik ga wachten tot jullie eens een keer hebben gedaan. Abonneer even. Bedankt voor de abonnee. Hey, nice. Het is zover, mensen. Vandaag is het tijd voor een nieuwe video. Mocht je afvragen wat dit voor rare streep is, ik weet het ook niet. Waarom gebeurt dit? Waarom moet dit nou net vandaag weer? Het is totaal niet dat er een fles wijn op mijn tafel. Ik ben totaal geen alcoholist. It was at this moment that he knew. He fucked up. Vandaag gaan we wat leuks doen, namelijk ik ga even paprika... Ja, moet hem accepteren. Ja, echt waar. Vandaag gaan we wat leuks doen, namelijk ik heb een video gezien op het kanaal van Senna. Dat is Hi Senna. Hoe is het? Ja, man, met mij gaat het wel goed, hoor. Ah, gaaf. Goed om te horen. Hey, oké. Ja, van nou om mij gewoon je bek even. Oké, dankjewel. Senna is een meisje van 10, die heeft een YouTube-kanaal. Abonneer even op haar, Senna Bellot. Ik zit er ook op en zo nu en dan, je weet hoe het gaat. Zij heeft een video gemaakt op haar kanaal genaamd Babyfoto's raden van YouTubers. En wat ze daarin deed, je ziet een foto van een YouTuber, maar dan van vroeger, dan moet je raden wie het is. Nou, hey. En ik zag de video en ik dacht, oké, dat is wel iets wat ik ook zou kunnen doen. Dus ik ga het gewoon jatten. Senna, als je het ziet, dankjewel voor het idee. Credits naar jou. Kijk, ik gooi even een bitcoin naar je toe. Vangen. Alsjeblieft. Doe alvast een duimpje omhoog op deze video en join de Kelvin door je te abonneren op mijn kanaal en te volgen op Instagram. Want hey, mijn Instagram ziet er ongeveer zo uit. Hoe kun je niet blij worden van mijn Instagram, oké? Okay? Altijd kleuren. Dames en heren, jongens en meisjes, are you ready? We gaan even wat babyfoto's van YouTubers raden. Mocht je dan nog niet bekend zijn met het concept, ik zie een babyfoto van een YouTuber en dan moet ik raden welke YouTuber het is. Ja, het is exact zoals de naam zegt. Dus ik snap niet waarom ik het nog uitleg. Toch altijd moeilijk hoor, het leven. We gaan gewoon beginnen met foto nummer 1. Doe gezellig mee op de bank met je familie. Nou, doe maar niet. Oké, okay. Let's go. De eerste foto is van Enzo Knol. Dit is een foto van Enzo, dat weet ik nu al. Je ziet gewoon het hoofd, je ziet het aan de glimlach, je ziet het aan het neus. Het is gewoon Enzo, je kan er niet omheen houden, je kan er niet omheen. Ik ben bijna 99% zeker dat dit Enzo Knol is. En 1% zou nog kunnen gaan voor Milan Knol, maar nee, dat is niet zo. Yo, we got it, right? Accepteren dat je... Mocht je nou voor het eerst deze video's checken, dan weet je niet dat ik nog nooit een quiz goed heb gehad. Oké, okay? Ik heb nog nooit een hele quiz 100% goed gehad. En dat is eigenlijk het doel in mijn leven voor 2018, om ooit een video te maken waarin ik alles goed heb. Ik wil ooit in mijn leven dus ik alles goed heb. Ik heb altijd net één fout. Of zo. Ik fok het altijd op. Gewoon echt altijd. Maar vandaag is de dag, mens. Vandaag is de dag. We gaan het gewoon doen. Ik denk dat deze challenge niet extreem moeilijk is. Dus we gaan het gewoon doen. Nee, je moet me één ding beloven. Als ik vandaag alles goed heb, dan abonneer je op mijn kanaal. We moeten wel van twee kanten komen, toch? Is dat wat ik bedoel, toch? Ah, lekker. Oké, de volgende is... Hè? Vandaag is de dag, mens. Ik denk dat deze challenge niet extreem moeilijk is. We gaan het gewoon doen. Dag! Ik dacht, ik skip hier gewoon even zo doorheen. Ik wandel gewoon door deze hele quiz. Hup, 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 hup. En ik ben er, maar nee. Wie the fuck is dit? Who the fuck is this? Ik dacht oprecht dat ik gewoon kans zou maken. Op een nieuwe kleur. Hello darkness, my old friend. Er gaat wel iemand door mijn hoofd heen. Kijk, ik denk dus dat dit wel eens Rutger kan zijn. Nu dat ik het zeg, klinkt het zo dom. Ik denk dus dat dit nog wel eens Rutger Fink zou kunnen zijn. Ik weet niet of het is Dylan. Of het is Dylan. Ze zijn allebei white boys. Ik weet het. Ik vind het moeilijk. Ik vind het zeer moeilijke kwestie, al zeg ik het zelf, dames en heren. Ik denk dat dit Dylan Hagens is, maar dan als kleine baby. Let's go, man. Ik ben maar zes bang om dit te checken. Nee! Ja! Dit is echt een van de meest beschamende keuzes die ik ooit gemaakt heb. Ik moet even op, even... Het spijt me dat ik deze fout heb gemaakt. Ik zal het nooit meer doen. Het spijt me. Ik ken gewoon deze foto, hè. Ik ken gewoon deze babyfoto. Ik weet gewoon, dit is baby... Zo debiel dit. Ik ken deze foto gewoon. Ik word echt zo boos van mezelf, omdat ik zo dom ben. Ik dacht echt, vandaag is de dag, we gonna do it. But no, I fucked up. Mocht je niet weten wie dit is, dit is Peter. Peter de Harde, mijn beste vriend. En tegelijkertijd een YouTube-kanaal waar je even moet abonneren. Join the Peter's family, man. Oh, nee. We gaan door. Ja hoor, ik weet wie dit is, dames en heren. I know who this is. I know exactly who this is. I'm gonna tell you. Dit is your boy, Jeroen van Holland. That's right. Kan er omheen draaien of niet? Ga je gewoon eerlijk vertellen. Jeroen van Holland, dank je. Goed gedaan, Kelvin. Ja, dank je wel. Bedankt. Dank jullie wel. 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 Dank jullie wel, jongens. Bedankt. Dank jullie wel. Ja, thanks. Bedankt. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel, jongens. Thanks voor alles. Dank je. Dank jullie wel. Echt heel erg bedankt voor alles. Ik word soms ook zo moe van mezelf. Oké, de volgende. Dit is een vrouwtje. Ik weet precies wie dit is. I know for sure exactly without thinking. Ik weet gewoon meteen wie dit is, hè. Dit is your girl, Sophie Milsing. Ik weet bijna zeker dat dit Sophie Milsing is. 103% zeker. Sophie Milsing. Dankjewel.
Dankjewel. Ik ben trots op mezelf. Ik ben een hele trots op mezelf. Ik ben een trotse jongen, ben ik. Dit trotse jongen. Hey, je kan veel zeggen over Sophie, maar ze is er in ieder geval op vooruit gegaan toch? Hey boys, jullie snappen wat ik bedoel, man. Jullie snappen wat ik bedoel. Dit is een interessante, maar ik denk te weten wie dit is. Dit is zeer interessante, maar ik denk wel te weten wie dit is. Namelijk, ik denk dat dit het Quinty. Ik denk dat dit Quinty is. En dat komt door de ogen en de glimlach. Het is gewoon echt die Quinty smile toch zo. Het is een beetje die vibe. Quinty Missy John, laat me even checken. Nee, knijp! Oh my god! Oh. Jouw fam, jullie weten dat ik gewoon altijd probeer, hè. Maar ik fucking altijd, oh fucking da! Sorry. Jouw fam, hou je rust. Het is niet dat de wereld vergaat, het is alleen dat je leven voorbij is. Who cares, right? Oké, we gaan door. Yo, kijk, deze paprika heeft gewoon een mini groene mini, man. Boy, yo! What's good, kwebbelkop? Dit is zonder enige twijfel kwebbelkop. 100%. 100.000% kwebbelkop. Jordi van de Bussen. Ah, kut, ik had het fout. Nee hoor, kwebbelkop is de artiestennaam van Jordi van de Bussen. Dus je kan haten of niet, maar hey, we got this. I always got this, you know what I'm saying? That's right. Oh. Wat gaan we? Oh nee. Alright, ladies and gentlemen. Let's continue. Mijn paprika bevalt gewoon van een andere. Moet je beseffen, oké? Ja. Oké, dit is een babyfoto van Kai van der Ree. Kan je heel makkelijk over zijn. Je kan heel lang over discussiëren. Maar wij weten toch allemaal dat het Kai is. Oké, klaar mee. Ja, oh ja. Oh, wat spannend zeg. Het was goed. Goed gedaan, Calvin. Vind je prettig dat je zo hard je best doet? Who the fuck is this? Ik vind kinderen wel schattig, man. Kids zijn altijd cute as fuck. Oké, ik denk dat dit Bardo Ellens is. Ik weet het niet zeker. Ik weet niet waar. Ik denk dat dit Bardo is. Bardo Allen, Spanje Movies. That's right, I was on. Motherfucker! Ik weet wie dit is. Ik weet verdomme wie dit is, oké? Okay? Ik weet het bijna 100% zeker. Het is Dylan Hagens, ik zeg je eerlijk. Dit is Dylan Hagens en dat komt... Ja, ik weet het niet. Hij is een derde mini, man. Ik ben een beetje moeilijk. Het is Dylan Hagens. Volgens mij heb ik ooit een video gezien van Dylan Hagens... waarin hij dit dan ging bekijken. Zo van, oh, ik ga even mijn oude babyvoetjes bekijken. Volgens mij is het Dylan. Laten we het zo... Ja, hoor! Dank jullie wel! Dank jullie wel! Altijd als ik zo'n babyfoto's zie, ik wil gewoon kidsen. Ik wil echt kinderen. Niet nu! No! No! Wacht! Niet doen! Ik wil ooit kinderen. Ik wil niet nu kinderen, want daar zou ik een beetje ongelukkig van worden, denk ik. Maar gewoon, ik wil ooit gewoon kids, man. Gewoon little babies, man. Oh, man, goddamn. De babies. Dit is Teske. Wist je niet, hè? Jij wist het niet. Ik wist het wel. Teske de Schepper. Accepteer hem. Ook Teske is er zeker op vooruit gegaan. Laten we dat even beseffen. Teske, je bent er zeer op vooruit gegaan. Mag je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal? Doe dat dan sowieso. Join the Kel fam. It's always good. Ik ben trouwens genomineerd voor een Vita Award. Ik ben genomineerd voor 4 Award. Voor 4 Award. What is up met 4? Ik snap niet hoe dat kan. Alright, Kel fam. Bedankt voor het kijken naar deze video. Join the Kel fam. It's all. Ik ga je nog één ding laten zien. Ja, wauw. Kijk, ik hoor jullie de laatste tijd vragen van... Hey, Kelvin. Oh, man, goddamn. That's some fucking sunshine. That's right. Ik hoor jullie de laatste tijd een beetje zeggen van... Hey Kelvin, laat Otje nog eens zien in de video. Ik heb Otje vandaag niet laten zien in de video's en dat komt... Ik heb Otje nog niet laten zien in de video's en dat komt omdat Otje nog een baby is, oké? Okay? Otje is een kleine baby en je moet baby's gewoon laten slapen, zo werkt dat met baby's. En kijk, ik zal je even laten zien hoe cute that motherfucking baby she is, man. Look at this cute motherfucker. Ja, Otje. Otje is wakker. Ah, look at her. Otje, are you a little bit happy? Otje, are you happy? Oh! Ouch! Ah, shit! Otje, vooral een koude tijger houden! Otje, nee, doe!